Stichting Eden Marketing verzorgt de collectieve city marketing voor Ede. Het doel van Eden Marketing is om de plaats-EDE, de dorpen en het buitengebied duidelijker te positioneren en de zichtbaarheid van Ede te vergroten. Bij de oprichting, nu ruim een jaar geleden, is afgesproken dat de stichting in 2020 geëvalueerd wordt. Deze evaluatie is nu gereed en hieruit blijkt dat de marketingorganisatie van toegevoegde waarde is door hoge mate van professionaliteit, kennis en expertise op het gebied van marketing. Ja, dat bestaat drie jaar nu. Tijd om eens te evalueren. De raad heeft ook besloten om daar destijds geld in te steken. Dan wil je na een paar jaar weten wat is daar nou van terecht is gekomen. We hebben natuurlijk, nu wel een bijzonder jaar achter de rug. Nou, we gaan de evaluatie ook met de gemeenteraad bespreken. Daar komt onder andere uit. Dat er door Ede Marketing goed inzichtelijk is gemaakt welke evenementen, welke activiteiten we nou in Ede allemaal hebben. En ook in de dorpen. Ik, ja, toen ik hier kwam werd er vaak gezegd, ja, we weten helemaal niet wat er is. Dat moeten we daaruit halen, dat moeten we daaruit halen. In ieder geval heeft Ede Marketing inzichtelijk gemaakt, ook op de website, wat er allemaal te doen is in, in Ede en omgeving. En dat ook nog eens naar allerlei rubrieken onderverdeeld. Er zijn uh, deze afgelopen periode ook, uh, ik noem het maar even VVV-punten. He, daar heeft iedereen wel beeld bij, het heet nu dan officieel gastheer. In diverse dorpen ook, uh, nou ja, in winkels of in het museum, uh, uh, rekken ingericht uh, wat er in Ede te doen is. Ja, ik noem het altijd maar eenvoudig als je aan het fietsen bent en je hebt een fietskaart uh, nodig, dan kun je in Harskamp terecht. Kun je ook in Lunter of in Bennekom uh, terecht. En dan zie je ook nog eens wat Ede Marketing nog meer uh, doet. Het is een loket voor mensen die iets willen organiseren. Uh, Ede Marketing heeft uh, goed werk gedaan als het gaat over, ja, een beetje duur woord, het merk Ede. Hè. Wat is er nou in Ede te doen? Waarom zou je naar Ede komen, zeg ik dan altijd uh, maar. Als het gaat om de Veluwe, fietsen, uh, natuur, door dat steeds uit, uh, uit te dragen. Nou, dat hebben ze ook in samenwerking met andere organisaties uh, gedaan. Bijvoorbeeld ook een hele mooie website ontwikkeld samen met de centrumwinkeliers. Uh, ook in dezelfde huisstijl als Ede Marketing. Nou, dat zijn een aantal zaken geweest van de afgelopen drie jaar. Nou, daar wil je met elkaar eens even goed naar uh, kijken. Hadden we dit Verwacht. Wat kan er beter, wat kan er anders? Zijn we hier tevreden uh, mee? Nou, dat is de evaluatie en die gaat uh, binnenkort met de raad besproken worden. Uh, Ede Marketing uh, wil eigenlijk ervoor zorgen dat uh, Eden goed op de kaart staat. Ja, dat heet dan in marketingtermen heet dat dan het merk uh, Eden. Ik zeg dan simpelweg maar, uh, nou ja, het moet prettig zijn om in Eden te wonen. Maar uh, ja, uh, laat ook zoveel mogelijk mensen naar Ede komen om ervan uh, te genieten, zodat er Reuring is en dat ze hier geld uh, besteden. Wat heeft Ede te bieden aan iedereen, aan zowel inwoners als uh, toeristen? En dat is uh, één van de taken van Ede Marketing.